We zijn begonnen met Zwinder. Die heeft gezongen voor de kinderen. Een van de nummers die ook onderdeel is van het lespakket. Dus ik denk dat dat heel speciaal is. De oude generatie spreekt het nog wel. Jeugd bijna niet meer. En het zou wel zonde zijn als dat verdwijnt. Het is zo mooi. Daarna zijn de kinderen naar de klassen gegaan. En daarin hebben ze in de verschillende klassen 3 lesjes gehad. 1 lesje van Olaf Vos die ze een beetje Gronings heeft geleerd. Daarna heeft Marlene Bakker voorgelezen uit haar boek De Gruffalo. En tot slot zijn vrijwilligers van het Van Old naar Jong programma. Die hebben verteld waarom ze dit eigenlijk doen. En wat daar zo waardevol aan is. En waarom ze ook het dialect door willen geven aan de kinderen. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Dus ik voel me heel erg Noordeling. Ik voel me heel erg Gronings. En taal is daar echt wel een onderdeel van. Dus ja, als je iemand begroet, zeg je mooi. Hè? Als je iemand wil troosten, hi hi. Of halivet. Dat zijn gewoon woorden die ik sowieso wel gebruik, ook al spreek ik Nederlands. Dat zit gewoon wel een beetje in me. Bij het realiseren van deze app hebben we heel veel woorden verzameld hier in Zandeweer. Dus er moesten oudere Gronings sprekende inwoners, mochten dan hun favoriete woorden moesten ze inspreken. Dan kunnen we de app nog even proberen. Nou, de app is eigenlijk een app met spelletjes. En deze spelletjes, dat gaat over het schriem, over het schrijven, maar ook over het lezen en over het luisteren van het Gronings. Dus het is ook ook voor de halle kloontjes, is het denk ik goud te down. Dus je kan gewoon luisteren naar een verhooltje. En als je denkt van, hé, bij dat verhooltje hoort dit plootje, hè, dit plaatje, deze tekening. En dan kun je dat binnenkanten zuigen. Het is eigenlijk een soort van memory. En ja, ik denk dat elk kind, dat als je maar een beetje Gronings verstaan, dan kun je zo'n speeltje ook al gauw spelen. Nou, na dat parallelprogramma hebben de kinderen een concert gekregen van Wat Aans. Wat fantastisch was, want ze stonden op de banken. Wie brengt Gronings koord, swing op die trilploot. Kijk, ik swipe, ik kapot, loop me langs de beeldnoorden. Alle wichterieën, ja, die vinden het schieben. Weegt die dikke batterijen in die skinny jeans. En dat stil bleep stoon, dat is niks voor mij. Want als het trilde, ben ik er als de kitten bie. K-pop, lemens, joh, daar kom wie zo. Alle kerels aan het... Gronings is een taal met heel veel gevoel erin, heel veel... Je kunt er heel veel lol in kwijt en heel veel leuke humor naar vinden wij. En dat is op zijn Gronings is dat gewoon net wat spannender dan in het Nederlands. Daarna heeft de commissaris van de Koning, die heeft onze app, dus Van Old naar Jong, heeft die gelanceerd. Ik kwam hier vandaag iets heel eervols doen. Ik mocht de app openen, de app lanceren. En daar heb ik heel veel hulp bij gekregen, want alle kinderen hebben mij geholpen. 3, 2, 1, 0! De app is klaar, we hebben hem gelanceerd. Gronings is een hele mooie, kernachtige taal waarin mensen ook heel goed over hun gevoelens kunnen praten. Vandaag krijgen jullie dat allereerste pakket. Eddie, Douwe, hartstikke bedankt. Wie wonnen we aan de slag? Yeah! Ik heb begrepen dat de dag hier ook feestelijk en smakelijk wordt afgesloten. Want ja. Wat kunnen de kinderen hier nog halen vandaag? Ja. Nou, de kinderen kunnen in ieder geval een eierbal, op zijn Gronings een aaienbal, kunnen ze nuttigen. De ouders hebben dat ook gedaan, heb ik gezien.